Zo, ik zie het weer goed uit, hoop ik. En dat speciaal voor aflevering 95. Nee mensen, we gaan gewoon lekker beginnen. En wat ik heb gedaan, laat ik jullie weten na de intro. Okay, people, let's go to work. Zo, en we gaan bouwen aan iets. Ik heb iets weggehaald. En het is echt massaal. Het was zo'n grote oppervlakte dat het ongelooflijk was. Hier stond namelijk een heel zwembad. En je moet je afvragen van Vince, dat is nostalgie. Het zwembad is gewoon iets waar je moet afblijven. Dat weet ik. Ik heb eigenlijk ook gewoon niks geks gedaan. Ik heb het zwembad gewoon verplaatst even. Maar ik ga wel een nieuwe bouwen. En ik dacht, ik ga dat gewoon heel logisch doen aan rand van het bungalowpark. Want bij zo'n bungalowpark, weet je wel, dit is het Disney bungalowpark. Die bevat gewoon geen zwembad. En ik dacht, als ik nou dit huis, dit leuke bungalowhuisje, een zwembad aan ga koppelen, dan komt het helemaal goed. Nou, ik had zo'n ideetje namelijk om even kijken, een beetje een lange gang te maken hier. Zodat we nog wel een beetje het model van het huis terugkrijgen. Dus wat ik ga doen is even, ik heb al één hele rand gemaakt van tevoren. Die ga ik dus alleen even kopiëren naar de andere kant. Dan moet ik hem even goed kopiëren, anders lukt het niet. Dus dan pak ik hem even voor de zekerheid daar zo. En dan pak ik hem hier. Zo. En dan moet ik op dit blokje staan. Hier zo. Dan zijn we even rotate. Zo, en dan paste. En als het goed is, moet hij dan, als ik hem even netjes heb geplakt zo, moet hij dus gewoon netjes staan in de vorm hoe ik het wil. Kijk. En deze gang, dat is dan een soort van gang waar je langskomt. Dan kan je naar Bungalow Park of je kan richting het zwembad. Het is een beetje magertjes dun, maar we gaan het uitbreiden zeker weten. Ja, ik ben benieuwd, want dit is wel een aparte stijl van dit huisje. Weet je wel, die buttons komen terug en zo. Dus ik ga kijken hoe ik dit een beetje netjes kan laten maken. Ik denk dat ik een leuk dakje eraan ga maken. Dus ik denk dat ik dit gewoon even wat stoombricks op doe. Ik doe het geluid in game gewoon een beetje harder. Dat mag gewoon een keer. We doen eens gek, zo. En ik plaats gewoon hier wat stairs. En dat doe ik ook aan de andere kant. Kijk, gaat dat weg, dat blokje? Ja, dat gaat weg. Zo. Ja jongens, aflevering 95. Ik zit ook alleen met Skater Taylor zit ik in de server. Heel lonely eigenlijk. Nee, ik ben niet zielig hoor. Maar ik zit gewoon een beetje loner hier zo. Ik zit gewoon een beetje loner. Dat kan. Ik maak hem nog eentje hoger. Zo. Het komt wel mooi uit met het dak wat ik daar zie heb, zeg maar. Zo. En dan maak ik hem hier natuurlijk ook een tintje. Zo. Ik deed een beetje moeite, zie je dat? Zo. En dan maak ik hem hier ook een beetje zo. Kan je trouwens het kasteel zien? Nee, je kan net, hierachter staat het kasteel trouwens. Maar je kan het net niet goed genoeg zien. En dat is eigenlijk wel goed, want ik wil niet dat ik het verklap. Ja. Zo. We zijn trouwens ook bezig aan de website. En de website is ook al nog steeds niet af. Maar ik ben er zeker mee bezig. En beetje bij beetje wordt het gewoon een complete, grote, leuke, makkelijke website voor iedereen. En het wordt gewoon echt heel gaaf. Ik heb hele leuke plannetjes. Ik pak de slab trouwens, een stoombrick slab. Daar gaan we even mee werken. En dan vlak ik hem even mee af zo. Ik gebruik heel veel stoombrick en sandstone is natuurlijk wel iets wat ik moet aanhouden. En fencehekjes. Als je kijkt naar het model van het huisje. Cobblestone komt ook terug hierin. Dus we zouden ook op een gegeven moment. Ik zou dit ook met cobblestone slabs kunnen maken trouwens. Maar ik vind dit op dit moment even wat netter staan. Even kijken hoe we dit gaan fixen. Ja, dit gaat goed. Dit komt mooi overeen zo. Dit is een leuk balkonnetje. Ja, sowieso moeten we dit gaan zien. En hier staat een hele lelijke boom. Ga eens even weg. Oortjes dicht. Wat staat hier achter? Oh, de attractie. Hier staat een attractie achter, jongens. Dit is de kabouterrit. Maak kennis met de kabouterrit, dames en heren. Dit is de kabouterrit. Ja. Nou, die kennen jullie inmiddels wel. Die moeten jullie wel kennen, denk ik. De echte Disneyland fans, die kennen die ongetwijfeld. Zo. Nou, dat dak zit erop. Het is nog een beetje kaal hier binnen, maar de inrichting doen we later wel. En, eens even kijken, jongens, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat ik hier ook een paal maak. Wat een paal, jongens! En de binneninrichting ziet er leuk uit. Maar ik denk dat ik hier een ander dak van maak. Ik denk dat ik dit gewoon hier pak, zo. En ik pak hem daar. En dan zeg ik gewoon even lekker
Ik ga gewoon wat testen, jongens. Een groen dak. Nee, dat staat niet. Ik kan hem ook gewoon bruin doen, net als daar. Of ik kan hem gewoon op 15. Dat hij gewoon bruin is. Ik denk dat ik deze neem. Ja. Dit maken we door zo. Dus ik kan op zich al hier ook dit pakken zo. En hier zeggen van 15. Ja, je komt hier binnen. En het lijkt me leuk om... Ja, hier dan de ingang te doen van het zwembad. Ja. Dit is pittig hoor, jongens. Je kan niet zomaar een zwembad maken namelijk. Het is best pittig. Laat ik even iets pakken. Even kijken. Ik vind het er wel heel leuk uitzien. Ik vind het er chique uitzien als ik hier naartoe kijk. Beetje bloemetjes voor de ramen en zo. Ik denk dat dat sowieso wel leuk is om dit even te thematiseren. En dan denk ik gewoon aan books wil ik eigenlijk pakken. En ik wil eigenlijk een flowerpot pakken. En ik wil sowieso wat bloemetjes pakken. Van die blauwe vind ik mooi. En ik pak het deze. En roosjes, niet te vergeten. Ik wil ook wat chestjes pakken, want die maakt ook leuk. Ik wil jukeboxjes pakken en ik wil enchanting tables pakken. Nou, laten we zeggen, we doen hier weer wat boeken. Ik doe hier wat op. Ik doe hier een rood bloemetje. En ik doe, even kijken, een leuk kistje erop. Nou, hartstikke leuk. Laten staan. Die, daar komt een kistje op. Daar komt een boekshelftje of daar komt er iets op. Een roosje erin, waarom ook niet. Hadden die al, het roosje? Ik maak alles kapot. Zo, hoppakee. Hadden we namelijk ook al een roos. Nou, hier komt een langwerpige kist. Met een enchanting tabletje. En daar maken we één kistje van. En een boekshelfje. En daarop komt nog een jukebox. Zo. Nou, hebben we dat in ieder geval een beetje gethematiseerd hier. Een klein beetje. Gewoon even grof gezegd. We kunnen nog een leuk tapijtje neerleggen trouwens hier binnenin. Nou, laat ik even grof zeggen. Hier ga je naar de ingang van het zwembad. En... zwembad zou ik niet met hout gaan doen. Wel in het begin. Wat gaan we hier trouwens doen? Gaan we het gewoon hier door laten stromen? Even kijken hoor. Gif, daar vind je stel deze. Dit is de slabs. Hier maken we een groot raam, denk ik. Dat is wel gaaf. Gewoon 3 breed. Gewoon hoe we alle ramen hebben gemaakt in het bungalow. En jongens, weet je dat dit trouwens, dit is een van de allereerste bungalow parkjes of huisjes die ik nog met Roy had gemaakt toen in de van vrouwendiscussies, aflevering 6 uit mijn hoofd. Echt heel grappig. Hele oude aflevering. Als we nou al bij 95 zitten, dan is dat best wel hard gegaan. Even kijken, is dit mooi? Kan. Maar dan moet ik hem hier ook weer doen zo. Ja, het zou wel kunnen. Het ziet er wel apart uit zo. Het staat ook best wel apart. Zou ik hier wel eventjes weer wat dingetjes op moeten gooien? Waarom niet gewoon zo en zo? Hè? Ja, waarom niet? En waarom vervangen we dat kistje? Dat is wel leuk, denk ik. Ja, ik vind het wel leuk zo. Kun ik een beetje naar buiten? We kunnen ook gewoon dit doen. Ja, nee, ik denk dat dit nog beter is. Waarom een kistje ervoor? Huppakee. Kun je lekker naar buiten kijken. Oh! Zo. Ik hoop niet dat het druk is. Paintings komen nog in. Ik heb trouwens echt hele leuke paintings. Moet ik even laten zien aan jullie. Voor de nieuwe resource pack. Iets wat jullie nog niet wisten. Oh, die is groot. Damn, er zitten een paar grote bij. Oh, die is leuk. Oh, die is ook te groot. Ja. Nog één. Ja. Leuk, hè. Er zitten leuke postertjes bij. Dan hoop ik dat er daar ook weer andere komen. Het is af en toe even. Het duurt even dat we eentje hebben. Ja, kijk eens, de Donalbaan. Ook een hele leuke foto. Er zijn niet zoveel. Oh, leuk snacks. Nou, daar wil ik wel een foto van. Kijk, en gaat het toe. Nou, leuk zo. Is het een beetje vol daar. Even kijken. Hoe gaan we dit doen? Dit is zo breed. Dus dan moet ik hem hier ook weer inkorten. En dan loopt deze door. Eigenlijk loopt deze zo door. Ach. Zo. Is dit 3? Ik moet even nauwkeurig doen hoor, dit. Zo. En dan, maar waarom kopieer ik dit niet gewoon naar daarheen? Dat zou ook kunnen op zich.
Er zijn drie breed. Dus krijg je 1, 2, 3. En dan krijg je hier nog een stoombrikje. Hoppakee. Nou, dit ziet er aardig uit. En dan kunnen we dat alsnog even met die stoombrikjes pakken. Zo. Dit ziet er wel leuk uit. Toch? Eerlijk? Wel toch? Gewoon eerlijk zijn, dat is goed. Eerlijk doet het langst. Ik zeg doen. Yeah! Ik vind het gaaf. En natuurlijk komt er ook glas in. Dus we pakken gelijk de glass planes. Zo. Die vullen we gelijk op hier. Het is wel verwennend. Het is wel een beetje smal hier. Maar dat maakt het wel grappig. En dan moeten we hier een verduidelijking hebben van daar ga je naar het zwembad. Dus wat ik dan voorstel is even een bordje plaatsen. Met een ander soort kleur hout, denk ik. Jungle wood vind ik wel echt een gewaagd iets. Om gewoon even een sign ervoor te plaatsen. En dan zeg ik zo, in dik gedrukte letters, bungalow, zwemparadijs. Kijk, en dan komt het er zo uit te zien. Nou, dat is toch hartstikke leuk zo. Ja, misschien zelfs zo. Misschien dat ik zelfs de sters pak van de jungle. Waar staan de jungle sters? Deze. En dat ik dan iets geks doe, zoals... Zo. Of... Ik denk dat dit nog leuker eruit ziet. Ik vind van wel. Ja, of je kan nog... Nee, of je zou nog zo kunnen doen. Nee, ik denk dat dit dan wordt. Ja, die vind ik wel heel erg leuk. Tot voor nu toe, hè. Het kan nog veranderen. En je zou nog, om het af te maken, natuurlijk nog een slapje eronder kunnen doen. Om echt de puntjes op de i. Nee. Zo. En dan zou je nog... Hè? Misschien? Misschien wel, ik weet het niet. Nou, het is even voor nu. Hè? En grove details bouwen, dan is makkelijker dan... hè? Dan, je weet wel. Nou, hier maken we nog een lijntje zo. Dan weet ik dat sowieso... Deze zou kunnen doorlopen, maar doen we niet. Doe deze wel even door laten lopen zo. Bouwen. Jij houdt van bouwen, jij van knakworst, ik van knakworst. En... Wat is deze? Wat is deze? Ik weet even niet hoe ik dit moet fixen. Dat zien we dan wel weer. Ik weet nog niet eens of daar een laagje op komt. En ik weet niet eens wat ik hiermee moet doen. Of dat nou zo moet doen dan. En dan... Laat ik hem gewoon zo lopen dan. Dat moet ik even zien hoor, jongens. Hoe ik dit ga oplossen. 1, 2, 3. Dan komt hij dus daar. 1, 2, 3. Staat dat? Ja, je moet van buitenkant zien en zo. Het kan op zich wel. Het kan ook niet anders. Weet je wat? Ik weet wel wat leuks. Waarom wordt dit geen ander laagje? Dat je dit erop krijgt zo. Ik denk dat dat er nog best aardig uitziet. Het mag niet de stoombrik hier worden, hè? Dat mag niet de stoombrik hier worden. Dat is een probleem. Even kijken hoor. Hier zo. En... Ik kan ook koppelstoom van maken op zich. Zal ik dat koppelstoom maken? Ik denk dat dat best wel gewaagder is. Om gewoon een keer koppelstoom ervan te maken. In plaats van stoombrik. Ik weet niet of het gaat passen. Maar het heeft dan wel een soort ander dak nu. Ik ga gewoon kijken hoe dat eruit ziet hoor. Ik denk dat dat wel heel gaaf eruit gaat zien. Ja, of stoombrik. Oh, wat lastig. Ik kan mezelf lastig maken soms. Vooral met bouwen. Dat is vreselijk. Soms wel. Geloof me, dit wordt een iets langere aflevering dan normaal, jongens. 95 mag wel op een maandag. YOLO. Zo. Hey, you found me. Kijk hoor. Pak ik even deze terug. Ik weet niet of dit gaat staan, maar ik vind het op een of andere manier wel heel erg leuk. Zo. Dit is een wat hoger dakje dan normaal. Die andere is wat platter namelijk. Zo.
En dus eigenlijk wat ik nu bouw is eigenlijk helemaal voor de buitenkant. Voor de binnenkant wordt het natuurlijk gewoon een vlak plafond. Dus dat heeft helemaal geen nut. Maar het is echt puur voor de buitenkant dit. Zo. En ik zou nog in dit stukje, in dit, hier een klein raampje kunnen doen, weet je wel. Zo'n klein boogje, maar dat wordt niks. Dus ik denk dat het gewoon een klein, ja, zo'n minig, het is wel iets, weet je. Beter iets dan niets. En dan hierop zou ik dan gewoon slabs doen. Dus, zo, ja. En dan zou ik hier nog zo'n raampje doen. Kunnen we er zo'n raampje toveren? 3, 2, 1, yes, ik heb er één gepakt. Stiekem gepikt van onder. Nou, wauw. Steekt die trouwens een stuk uit? Nee, dat niet. Misschien maakt dat het ook wel leuk als ik hem wat erin laat steken. Maar zo is hij ook wel aardig. Maar ik hou ervan als hij wat er overheen komt. Dus ik doe hem eigenlijk zo. Ik weet niet of mensen dat gaan zien. Vanaf deze kant ziet dat er wel beter uit. Als je hier schuin staat, ziet het er leuker uit. Zo. Ja. Het moet een binnenbad worden, vind ik zelf. Dus ik denk dat ik gewoon even de locatie ga ondersteunen. Ik ga gewoon de locatie aanstippelen wat gebruikt wordt voor dat bungalow zwembad. En dat moet best wel iets groots worden, omdat het oude zwembad natuurlijk ook best wel een joekel was. En dat ga ik doen met kwarts. Zet kwartsblok. Zo. Dan weet ik in ieder geval wel een gedeelte van de oppervlakte hoe groot het gaat worden. En ja, ik vind het er wel leuk uitzien, het huisje nu. Het is wat uitgebreider en maakt de bungalow wel wat beter, vind ik. Misschien dat ik hier dit ook wel een beetje zou op kunnen vullen. Maar hier staan natuurlijk al de bungalowhuisjes. Dus dan moet ik sowieso afschermen. Met enigszins wat postjes. Zo. Trouwens, hier moet ik ook wel wat afschermen zo. Dat schuurtje staat er wel leuk bij zo. Dat is echt dat boerderijschuurtje is dat. Zo. Ik weet niet of dat er een beetje lelijk uitziet van de buitenkant. Zo, die heg ineens. Zo. Nou, er komen natuurlijk wel boompjes, dus ik ga nu even nog geen boompjes plaatsen, want ik moet even verder met de ingang. Maar laten we zeggen dat, even kijken hoe zouden we hem verder kunnen laten gaan. Ik denk dat we dit wel door kunnen laten stromen. Dus wat ik dan doe is gewoon even, ik kopieer dat schuine stuk en ik plak hem. Oh, wat heb ik nu verkeerd gedaan? Oh, ik heb de binnenkant niet gekopieerd. Nou, maakt op zich niet uit. Zo. En dan doe ik dat ook aan de andere kant. Ik weet niet of ik goed sta zo. Ik gok het. Ik gok dit even, jongens. Sta ik goed? Nee, ik had één naar achter moeten ontmoeten. Zo, en zo. Alhoewel, die dikke paal ziet er wel leuk uit. Oh, dat klinkt heel verkeerd. Zo. Hoppakee, en wat ik dan ook doe, even kijken. Nou, dit ziet er wel aardig uit, joh. Ik ga het gewoon zo laten. Hup, 1, 2, 3. Dan ga je gewoon richting het zwembad. Zou ik dit ook even moeten kopiëren natuurlijk. Zo. Copy. Paste. Copy. Paste. Dat is het makkelijke van de paste, hè. Paste. Oh! U zagen al dat ik een fout maakte. Oh, nu weer. Ik moet 1 naar achter. En ik moet zo. Yes. En yes. Cool. 5.1. Zo. Deze moet ook van binnen. We kunnen wel wat lichtjes maken op zich. Zo. Dit ziet er sowieso heel leuk uit zo. Denk ik. Als we dat dak verder maken. Zo. Dat moeten we ook doen natuurlijk. Hoppakee.
En ik vergeet dadelijk nog niet de details aan het gebouw, dus de buttentjes komen er zo meteen op. Buttons, le buttons. Zo. Een lekkere bouwvideo. Hebben we lang niet meer gehad, hè? Een lekkere, stevige bouwvideo. Althans, niet dat ik me kan herinneren. Het is te lang geleden, jongens. Nou vind ik bouwvideo's op zich, kan wel leuk zijn in ieder geval. Het kan ook wel saai zijn natuurlijk. Maar zo zien jullie wel hoe de gebouwtjes tot stand komen. Ik laat natuurlijk niet alles zien, maar wel deze verrassing kennen jullie wel. Dat er dus een zwemparadijs komt, een nieuw zwemparadijs. Zo. Hoppakee. Hoppakee! En dan pakken we even, stelen we even de buttentjes hier vanaf. En ik denk dat ik ook even wat fansekjes ervan vandaan pak. Pik eigenlijk. En zet ik hierop. Zo. En misschien kan ik even hier wat fansekjes boven neerzetten. Dat vind ik wel grappig staan. Heb je toch wat gevarieerd iets. Zo. Je moet altijd dingen proberen te doen, hè. Zo. Wat een hoop buttons. Nee, dan gaan we, wordt te druk. Zo. Hoppakee. Tof. Tof, 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 tof. Is dat zo goed? Hoe ik dat. Of heb ik hem nou meer erin gedaan? Nee, dat is goed toch zo? Het lijkt net of hij meer naar achter staat. Heb ik iets verkeerd gedaan? Nee, hij is gewoon goed. Oh! Ja, deze staat naar achter. Ik zag het al, sorry. Ik dacht al, er is nog iets mis. Zo, dan zeggen we naar de bungalow. Bungalow. Vakantiehuisjes. Pas dat? Oh! Vakantiehuis. Bungalowhuisjes. Zo. Dus je kunt naar het bungalow zwembad en naar de bungalowhuisjes. Nou, wij gaan naar het zwembad natuurlijk. Zo. Dat bruine dak maakt het wel een beetje saai, vind ik hoor. Dus daar ga ik misschien ook dat nog wel veranderen. In ieder geval, voor deze keer vind ik het wel even leuk. Nou, moeten we natuurlijk een ingangsbalie hebben. Dus de kaartverkoop. Laten we zeggen dat ik even met wat voor kleur zouden we dat maken. Ik denk dat ik ook gewoon weer lichthout gebruik. Maar ik denk sowieso dat we gaan werken met de volgende kleuren. Cyan. Met glas. Ik denk dat ik stone laat terugkomen. Zie ik vaak in het zwembad. Natuurlijk ook de pillar quartz wil ik ook gebruiken. Ik wil de snowblokken waarschijnlijk ook gaan gebruiken. Dus ik pak gewoon even de snowblok. Ik denk dat ik deze dingetjes wel ga gebruiken. De vloer, ik weet niet of die wit blijft. Dat lijkt me wel gaaf. Van die witte tegeltjes. Maar we maken sowieso even een ingangsbalie. Dus als je binnenkomt kan je inchecken of iets dergelijks. Dus dit wordt, moet je ja, zien als een hele grote hal. Even kijken hoe ik dit ga doen. 2, 3... Doe ik het goed, jongens? Ik hoop het. Zoiets moet het model worden, even grof gezegd, hè? Oh, wat is dit dan? Waarom heb ik die hoek zo raar gedaan? Oh, zo. Natuurlijk. Goedemorgen, Vince. Goedemorgen. Ik denk van, waarom bouw ik zo? Maar het is goed. Logic. Oké. Okay. Misschien een beetje breder receptie, maar dan kunnen we ook de mensen wat laten zitten misschien. Dus daarom doe ik hem ook wat breder. Ziet er ook wel leuk uit, denk ik ook, als je dat model ziet op een gegeven moment. Zo. Zo, dus even grof gezegd het idee. Zo. En dan is het leuk als mensen inderdaad links kunnen ze bijvoorbeeld naar de ingang en rechts kunnen ze eruit. Ik denk dat dat wel het leukste is. Dus dan moeten we... Of... We kunnen daar een ingang en een uitgang maken. Nee, dat wordt...
Deze. Ja, dit wordt de ingang en de uitgang. Dan maak ik dit even rood. Dan weet ik dat voor mezelf. En, of groen. Dat moet juist groen. Zo. Ik weet niet waarom light green. Light green. En dan wordt dit lichtrood. Dat is gewoon set red. Je hebt geen light red. Zo. Dan weten we wat groen ligt. Dat je daar naar voren kan. En de uitgang rechts. Oké. Nou, dan ga ik sowieso even de vloer maken we wit. Maar die wil ik ook met leuke zwarte vlekjes doen, denk ik. Of met andere leuke vlekjes. Ik wil er sowieso cyan wil ik er ook wel in hebben. Dus ik ga gewoon kijken hoe dit eruit ziet als er geen patroon in zit. Ik weet dat er in die... even kijken hoor. Oh, dat maakt echt zwembadkleur. Ik denk dat het blauw nog zelfs een beetje vloekt. Of wacht even. Het zwart vloekt een beetje. Dus ik denk dat ik even... zo maken. Ik denk dat dit wel een heel erg leuk zwembad idee geeft. Ja, denk ik wel. Zo. Kijk eens. Dat vind ik heel leuk. Heel vooral met dat kwarts. Dat maakt het wel heel leuk. Ja. Oké, moeten we natuurlijk een klein balietje. Nou, dat balietje moeten we natuurlijk wel met venshekjes. Ik denk dat dat wel heel leuk uitziet. Zo. Ik ben sowieso niet goed met balieën. Ik weet wel dat ik altijd een kassatje kan neerzetten. Dus stairs. We kunnen een kassatje neerzetten. Maar op zich hoeven we niet te betalen. Want het zit natuurlijk bij het geld van de bungalow. Maar het zou wel leuk zijn als er gewoon hier iemand staat. En dan noemen we haar NPC Create DC Keisieren. Ik weet niet hoe je het schrijft. Nee. Hoe zou je dat schrijven? Vorige keer had ik het in één keer goed. Weet u het nog? Keisieren. Ik weet het niet meer. Verdikke me. Cashiere. Nou, ik geef het op. Ik vind het een rot woord. Tomme. Scheisse. Nou, hier staat dus een vrouwtje. En dan willen we ook een leuke stoel voor haar neerzetten. Anders zit zij. Ze moet al een beetje kunnen zitten en zo. Dus ik pak voor haar een bruine stoel. En, ja, weet je, ik denk dat ik dit gewoon open laat, deze balie. Hè? Ja, ik denk dat dit wel heel leuk is, joh. Nou, hier kom je eruit. Dus dan moeten we sowieso zo'n stone dingetje maken. Kijken of dat lukt. Zo. Zo. Twee plates. Plate stone. Plap, plap. En dan pakken wij gate. Zo. Dan zeg je... flop, 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 flop. Oh. Doet hij het? Andere kant. Nou, helemaal gemaakt. En dan aan die kant doen we dus ook. Flop, flop. Zo. Nou. Niks meer aan doen. Ik vind het grappig. Je moet wat. Ook, oh! Nou. Oh, dat hoort natuurlijk bij alles wat ik heb geselecteerd. Oké, tof. Nou, natuurlijk wordt dit wel iets groter, denk ik. Ik denk dat je moet rekenen op een afmeting. Even kijken hoor. Ja. Nou, dat komt goed, mensen. Ik ga de video afsluiten en ik ga je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je volgende keer terug morgen weer om 10 uur met een nieuwe video op mijn kanaal. Dus blijf kijken. Dizzykraft. Doei doeg!